hoeft daar geen antwoord op te geven. Nee, u hoeft geen antwoord. Nee, u hoeft nergens antwoord op te geven. U kunt alleen maar praten. En onze regeringen van allerlei zaken beschuldigen. Maar u kunt toch ook wel verwachten, neem ik aan, dat daar een vraag op komt. Voorzitter, want ik vind het werkelijk ongelooflijk, om aan de ene kant, want mevrouw Eijs heeft in één ding gelijk. De artikel 43 had vele malen eerder, veel jaren eerder toegepast moeten worden. Strikter toegepast moeten worden, dat ben ik helemaal met u eens. Maar, wat deze regering nu doet, is niet het traject wat de PVV wil, laat het even duidelijk zijn, maar wat deze regering nu doet, is nu precies waar het om gaat. Namelijk, degene die betaalt, bepaalt. Uw volk heeft gekozen en heeft gekozen voor schuldsanering. Deze regering zegt prima, u kunt wel uw hand ophouden, maar voor wat hoort wat. Ik stel wel garanties. Maar wat zegt u? Wat wil u? U wil geen verplichte samenwerking. Nee, u wilt vrijwillige samenwerking. Met andere woorden, u wilt wel het geld binnenhalen, maar u wilt niet de voorwaarden van deze regering aannemen. Dat is een schande, mevrouw Eijsden. U moest zich schamen om zo hier in dit Nederlandse parlement, die u er, de Nederlandse belastingbetaler, die ervoor zorgt dat u uw schulden afbetalen, dat u dat soort taal hier uitbraakt. Met alle respect, dat is schande. Heeft u uw pensioenpremie al die jaren netjes betaald? Nee, nee, dat doet de Nederlandse belastingbetaler namelijk straks voor u. Mevrouw van Gent. Nou ja, voorzitter, ik heb er toch behoefte aan. Als je het met iemand niet eens bent, ik ben er wel voor dat in dit parlement iedereen zijn mening kan geven. Dus dat geldt naar mijn idee ook voor mevrouw Eijsden. Dus ik snap die uitbarsting niet zo goed. Ja, maar daarom laat ik beide ook uitpraten. De heer Brinkman kan zeggen wat hij wil. Mevrouw Eijsden gaat over haar eigen antwoorden. En als ze niet wil antwoorden, dan doet ze dat niet. Ik ben gekomen bij de heer Brinkman. Ik heb de staatssecretaris vele malen gevraagd naar allerlei corruptiegevallen. En het gaat in dit geval, ik noem maar even een voorbeeld van Aruba. Want één ding, meneer Lee, moet ik de oud-minister van Justitie toegeven. En dat was zijn opmerking over het onderzoek van de eerste 10 dagen naar de verdwijning, moord, wie weet, van Natalie Holloway. Daar heeft hij een hele duidelijke uitspraak over gedaan. Nou, kijk aan. Dat geef ik meneer Kroes mee. Wat ik aan de andere kant dan wel weer zeg is, waarom komt hij daar na jaren later pas mee aanzetten? En misschien is dat wel een reden geweest waarom we voor die artikel 43 hebben gekozen. Voorzitter, maar dat neemt niet weg dat ik graag zou willen dat dat geen landsaangelegenheid is. Nederland dokt, dus ik vind dat Nederland ook moet kunnen vragen, en hoe zit het er dan mee? Hoe gaat dat nou met die onderzoeken? En wat is het resultaat daarvan geworden? U heeft allerlei corruptieonderzoeken aangekondigd. Ja, hoe zit het ermee? Hoe gaat het ermee? Hoeveel mensen zijn tegen de lamp gelopen? En hoeveel mensen worden er vervolgd? Meneer Brinkman, wilt u in mijn richting spreken? Via de voorzitter en niet rechtstreeks naar de staatssecretaris. Zeker, voorzitter. Ook niet naar meneer Lee. Nee, maar dat zal ik zeker doen. Maar meneer Lee sprak mij in eerste instantie ook aan. Dus ik zal het voortaan doen, voorzitter. Dank u wel. Het woord is de heer Johnson. Oh, sorry. Sorry, mevrouw Eijsden heeft nog een vraag. Voorzitter, vandaag hebben we gehoord dat er een generaal zonder leger is als het gaat om de RST en om de GVP. En ik wil hier stellen namens de 48% waarvoor ik hier sta, dat wij ook een autonomie zonder bevoegdheden krijgen. En dat ik hier juist namens die 48% wil stellen dat we juist niet om de zak geld hebben gekozen, maar voor onze werkelijke emancipatie en onze waardigheid als volk. Dank u wel. En uw vraag is? Ja, voorzitter, als ik daar toch even op mag reageren. Want het was geen vraag. Nee, maar ik wil daar toch even op reageren. Want mevrouw Eijsden doet weer zo'n stelligheid over de 48%. Maar mag ik dan mevrouw Eijsden vragen of ze het geld dan ook terugstuurt en of ze haar premie heeft betaald? Nee. U mag mij van alles vragen, maar niet aan haar. De heer Johnson.